Dit is Curaçao voor de rampzalige onlusten die in het centrum aan weerskanten van de Sint-Anna-baai een grote ravage achterlieten. Dikke rookwolken dreven boven het stadsdeel Punda nadat tal van zaken hier in brand waren gestoken. Tegenover de explosie van geweld stond de politie van Willemstad volkomen machteloos. Stanley Brown was een begrip op Curaçao en hij is het nog steeds. De laatste van de drie stakingsleiders van 13 mei, zoals de opstand in de volksmond heet. Kende jij Stanley Brown? Ja. Ja? Heb je gehoord dat hij overleden? Wat vind je daarvan? Gechoqueerd. Ik zag hem nog dag daarvoor nog bij de hartspecialist rondlopen naar binnen. Ik stond te wachten op de parkeerplaats en ik zie hem naar binnen gaan. Mijn moeder moest daar zijn, dus ben ik chauffeur altijd. Ik zie hem naar binnen gaan. Oh. Dat is een man, ik heb hem zo goed gekend, kijk, ik heb hem wel. Nee, maar er zullen heel veel over hem verteld worden. Maar je moet echt in de kern van Stanley. Hij was gewoon, zoals ik, tegen onrechtvaardigheid. Maar zo keek niet iedereen naar Brown. Nou, toen ik in 71 hier op het eiland kwam om in onderwijs te werken, toen hebben we hem leren kennen. Toen was hij nog onderwijzer van een of andere basisschool, geloof ik. Maar hij was fel. Het was een voorvechter van de mei, 13 mei 69. Daar liep hij voorop. Wat vond je van hem? Nou, ik vond hij was toen... Toen zou het niet mijn vriend zijn, want hij was echt anti-Nederlander. Hè? De witte Stanley Brown, die op school de rode neger werd genoemd, gaat niet de geschiedenisboeken in als Makamba-hater. Als iemand die tegen Nederlanders was. Maar hoe dan wel? Om die vraag te beantwoorden laat ik Stanley Brown graag zelf aan het woord. Ik sprak met hem in 2019, 50 jaar na de opstand in 1969. Na 30 mei is er een zwart racisme ontstaan. Door 30 mei. De zwarte cultuur en kleur in deze gemeenschap een belangrijke rol kregen dan ze tot nu toe hadden gehad. En is er echt zwart racisme ontstaan. Brown ontdekt dat de zwarte elite het gedrag van de verjaagde Nederlandse elite ging kopiëren. Medestakingsleider Amador Nita verwoordde dat volgens Brown het beste. Ik heb het met Nita heel sterk meegemaakt. Hij is minister geworden. Ja. Als ik hem dus bekritiseerde, dan was zijn antwoord Brown. Die witte mensen hebben jarenlang geprofiteerd, geoogst. Nu is het de tijd van zwarte mensen om te oosten. Amo, a llega tempo, a gente preto cosecha. En dan dacht ik, ja, hebben wij niet tegen het oosten gevochten? Dit inzicht leidt ertoe dat Brown zijn idealen omgooit en zich realiseert dat een welvarende maatschappij zonder steun van bijvoorbeeld Nederland niet gaat lukken. Een opvatting die bij de zwarte elite niet in goede aarde valt. Verraad, wordt er gezegd. Je bent altijd voor onafhankelijkheid geweest. Je was als een rolmodel, je was als een grote held voor de onafhankelijkheid voor 30 mei. En nu had je Makamba pret. Ja, want je zegt wel veranderend inzicht. Hè? Het veranderen van je standpunt is een vorm van volwassenheid. Juist. Maar voor heel veel mensen is het ook een vorm van onbetrouwbaarheid. Hé, ik dacht dat je daar van zat verraad, en zei daar. Van verraad. Verraad? Ja, ja, noemen verraad, die, zo ja, sterk? Ja, zo noemen ze dan ook Judas. Hè? Wat een Judas, Brown. Brown heeft een koninklijke onderscheiding voor zijn revolutionaire rol en het voortschrijdende inzicht als republikein altijd geweigerd. Maar 3 jaar geleden, bij de herdenking van 50 jaar 30 mei, kwam er een andere erkenning. Ben jij blij met de rol die je gehad hebt? Ja, ik ben er trots op zelfs. Hè. En eigenlijk ben ik ook een klein beetje dankbaar dat deze rol nu erkend wordt met een postzegel. Stel die bro met een postzegel van het eiland. Ik bedoel, dat is toch wel een hele hoge eer. Stanley Brown is 84 jaar geworden.